gaat al een tijdje niet meer met plezier naar school. Hij wordt erg gepest door een paar klasgenoten. Het lijkt of de rest van de klas het niet doorheeft. Ook de meeste weet van niks. Nou, ze zeggen dat je van drugs heel rustig wordt, alleen het is wel slecht voor je. En lijm is ook drugs en je kan het snuiven, maar gewoon lijm uit een potje. En je wordt er ook heel rustig van. Jongen. Gast! Ouwe? Ouwe man! Ouwe! Nee, waarom? Stop erop! Hugo ziet het leven niet meer zitten. Ruzie in de ouders en pestende kinderen. Hij is er helemaal klaar mee. Dan denkt hij aan het spreekwoord van dat meisje. Hij denkt de oplossing te hebben gevonden. Hij heeft nog een lijmpotje in zijn zak, maar dat helpt niks. Hij heeft wat sterkers nodig en gaat op zoek. Heb je gespeeld? Ja. 120 euro voor 10 gram. Deel. Tel me maar. Hij heeft al zijn spaargeld meegenomen en koopt de drugs. Ze werken even. Hugo voelt niks meer. Maar als de drugs zijn uitgewerkt en alle pillen op zijn, voelt hij zich weer depressief. Hij heeft meer drugs nodig, nu. Maar hij heeft geen geld meer. Zich beter voelen is het enige waar Hugo nu aan kan denken. Nou, er was een verwijsles en tot morgen, het is 3:15. Hugo is nu echt wanhopig. Hij heeft geld nodig. Hij weet waar het zendingsgeld ligt. Hey, het geld. Hey, wat is er? Mijn ouders hebben zoveel stress en krijg ik allemaal slechte cijfers omdat ik die drugs neem. En ze doen een deel strijd tegen mij. Ik word gepest op school en ik kan er niet meer tegen. Hey, Hugo, kom maar. We gaan hulp zoeken. Dank je. Meester heeft geregeld dat Hugo naar een afkeerkliniek kan. Hij wordt daar geholpen door een hele goede begeleider. Ik weet gewoon niet meer wat ik moest. Dus toen heb ik gehoord van die presentatie en toen begon ik aan de drugs. Ik begrijp je helemaal, maar je moet andere manieren verzinnen hoe je kan stoppen met drugs. Tijdens zijn verblijf komen zijn ouders ook langs. Alsjeblieft, hou gewoon op. Ik kan er gewoon echt niet meer tegen. Ik begon aan die drugs omdat ik helemaal gek werd van jullie. Sorry Hugo, het spijt me, we zullen beter luisteren naar je. Hij heeft veel steun in ze. Eindelijk. Ook de meester en de papa's klasgenoten komen langs. Sorry meester dat ik zo'n slechte cijfers had. Van die drugs werd ik gewoon helemaal rustig en ik kon er gewoon echt niet meteen. Ja, ik snap het, maar dan zendingsgeld te gaan stelen, want dat moet naar arme kinderen, hè? Ja. Dan helpen we hun daar ook mee. Alleen hoe kan jij snuiven of slikken? Ja. Nu ben jij dus het arme kind. Na een tijdje mag hij naar huis. Hij is weer gelukkig sinds lange tijd. Maar toch ziet hij er tegenop om weer naar school te gaan. De klasgenoten die bij hem langskwamen in de kliniek komen nu voor hem op. Het zijn zijn nieuwe vrienden. Jongens, wat moeten wij doen?